Hallo maatjes en welkom terug. Wat leuk dat je er allemaal weer bent. Ai, ai, ai. Waarom deze vrolijkheid? Nou, de piratenfilm, hè. Bijna zover. En omdat er piratenfilm aankomt, The Pirates of the Caribbean, heb ik een drankje gevonden. Een echte piratendrank. En Piratinos. Het klinkt exotisch. En het is het ook helemaal niet. Want dit drankje is gewoon bij de supermarkt te koop. Maar is deze ook lekker voor ongeveer 80 cent, een euro misschien? Is het het waard om te kopen? En weer zo'n kinderdrankje, al is het wel een groot pakje. Toch wel, want meestal zijn ze de helft kleiner. Door de verpakking, dat valt gewoon op. Ik denk, hé, dat is leuk. Zelfs mijn eigen papegaai is erover te spreken. Nou, dat wil wel wat zeggen. De ingrediënten. Nou, dit keer is het een sinaasappel-mandarijn smaak. Dus daar moet er sinaasappel en mandarijn in zitten. En het sapgehalte is 25%. En de rest is allemaal water en misschien ook nog wel een suiker. Heel simpel. En misschien ook wel zo lekker. Ik ga inschenken. Want eigenlijk heb ik toch wel een beetje dorst, hè. Van altijd wat lopen. Nou, het is geen kindervriendelijke sluiting. Hij ruikt lekker. En je kan wel zien dat er een hoop water in zit. Het is erg waterig. Maar wel zonnig. Ja, de smaak, hè. De smaak. Is het piraatwaardig? Of is het om uit te spugen? We gaan het zo merken. Ik zou zeggen, proost. Ja, ik kan merken dat het voor kinderen gemaakt is. Waarom? Ja, normaal is een sinaasappelsap of citrussap meestal wat zuurig. En deze echter niet. Maar dat wil niet zeggen dat deze niet lekker is, want hij blijft nog steeds fris. En heeft toch wel een goede sinaasappel-mandarijn smaak. Ja, je moet het ver zoeken, maar het is er toch wel. Ik zou zeggen ja. Ja, ik zou zeggen ja. Ik vind hem wel lekker. En vooral als je het goed koud drinkt. Ook makkelijk voor onderweg. Dat is het zeker. Heel simpel. Het is dus toch wel piraatwaardig. Alleen moeten we ietsje meer van die pakjes meenemen. Van heel de bemanning. Maar goed. Dit was Guy Tangelis.
met een piratendrank. Smaaktest. Sinaasappel mandarijn. Ik ga er weer vandoor. Ai ai, maatjes.